Ik twijfelde in eerste instantie over de onzekerheid. Doordat je een eigen bedrijf gaat beginnen. Dat je geen zekerheid hebt qua inkomsten. En die had ik natuurlijk met mijn vaste baan wel. Dus dat was voor mij eigenlijk wel de grootste drempel om te twijfelen. Om te beginnen, de mogelijkheden die er zijn om welke werkzaamheden je kunt uitvoeren. En ik heb het webinar van Danielle gevolgd. Ja, en die overtuigde mij eigenlijk met de rest om alles aan de kant te schoppen. Van dat ik het wel zou kunnen. Dat ik wel steeds beter weet wat ik wil en dat ik steviger in mijn schoenen sta. En op persoonlijk vlak heeft het me ontzettend gebracht dat ik binnen 4 maanden eigenlijk zo enorm uit mijn comfortzone kan stappen. Dat het niet meer voelt als stappen uit mijn comfortzone. Nou ja, de webinar van Danielle heeft mij ontzettend overtuigd. Eigenlijk de laatste dingen te laten varen. Want de overtuiging had ik eigenlijk al omdat het iets is wat ik wil gaan doen. Of wilde gaan doen. En ja, door hoe Danielle is, dacht ik ja, weet je, dit wil ik ook. En lijkt me gewoon superleuk om met haar dit verhaal aan te gaan, deze ervaring. Ik ben in gesprek met potentiële klanten, maar ondertussen heb ik er al 6 gevonden. Wat dus ook betekent dat ik iets minder tijd voor mijn opleiding heb. Ik heb met Dennis afgesproken om binnen 2 maanden mijn opleiding te doen, maar dat is mislukt. En ik ga hem ook niet in 3 maanden redden. Maar het komt helemaal goed. Ja, super fijn. Het is echt gewoon heel persoonlijk. Danielle die stuurt een berichtje, die belt, die appt. Als er iets is inderdaad, je kunt een berichtje sturen. En ook met het team. Ik heb dan bijvoorbeeld contact gehad met Mandy, de advocaten. Ja, dat werkt gewoon echt super fijn. Danielle die heeft mij met een persoonlijk coachingsgesprek vooral geholpen. Omdat ik heel onzeker was over mijn bedragen. Mijn urentarief wat ik moest vragen. En heeft daar eigenlijk een hoop bezwaren weggehaald die ik had. Dat ik dus dan eigenlijk niet goed genoeg zou zijn voor dat uurtarief. En ja, dat is een gesprek wat bij mij heel veel waard is geweest. Waardoor ik nu echt kan zeggen, nou, dit is mijn tarief en dit vraag ik, take it or leave it. Mijn grootste inzicht is geweest dat ik echt alles kan wat ik wil. Gewoon ervoor gaan. Ga niet denken, ik moet eerst dit regelen en dat in orde hebben. Ga ervoor, want je kan het.